Ik ben Maria Middelburg en ik ben van de Punselie Cookie Company. En wij maken kwalitatief hoogwaardige koekjes, lekkere koekjes vooral, die ook allergievrij zijn. Nou, ons bedrijf is gewoon een historisch ambachtelijk oude fabriek. En dat is een heel leuk, leerzaam uitje. Het is leuk om te zien hoe die koekjes nog met heel veel handwerk gemaakt worden. Wij moesten het op de markt gaan zetten. En via Groupon heb je natuurlijk een enorm bereik door het hele land heen. En dat was ons op een andere manier veel moeizamer gelukt. Dus dat heeft ons enorm geholpen. En wij hebben de rondleidingen die wij hier geven voor de helft aangeboden. En dan worden mensen ontvangen, krijgen koffie, een rondleiding door het bedrijf. En daarnaast ook ons product nog in een tasje mee naar huis. Er zijn in totaal 1300 vouchers verkocht, waarvan een flink aantal voor twee personen. Dus ik denk dat we in totaal wel een 1600 rondleidingen verkocht hebben. Wij merken wel aan reacties en ook de reacties voor nieuwe rondleidingen dat het zich mondeling voortzegt allemaal. We houden er zeker mensen aan over die ons nog niet kenden en vanaf nu geïnteresseerd zijn. Met name ook mensen die last hebben van een allergie. Voor hen is het een oplossing, dus die zullen blijven kopen als wij goede producten blijven leveren. Nou, we hebben de klassieke middelen, zoals advertenties in kranten. We hebben onze partners, zoals bijvoorbeeld de VVD in Gouda. Maar daarnaast hebben wij de sociale media. Maar Groupon is wel echt een apart middel en ook heel effectief. Ik kon altijd terecht bij mijn contactpersoon van Groupon. En de financiële afwikkeling liep als een zonnetje. Ik heb daar eigenlijk nauwelijks alle beloften zijn nagekomen. Op het moment dat ik de bon indiende, een aantal dagen later stond het geld op de rekening. Dus het was fantastisch. We hebben Groupon, volg ik wel altijd, om even te kijken of er wat leuke dingen zijn. En nu was er de rondleiding voor weinig. Dus ik dacht, nou, als ik in de vakantie een keer niks te doen heb, dan ga ik samen met een van de jongens op pad. Het is grappig om te zien. En ja, het duurt niet heel erg lang. Je ziet toch precies hoe de koekjes gemaakt worden. Even lekker de koekjes opeten is natuurlijk ook mooi. En het enthousiasme van zo'n bakker is natuurlijk prachtig om te zien.